Naam Schoem en Verslaafd. Ja, ik ben dankbaar dat ik ben gevraagd om hier in mijn verhaal te delen. Ervaring, kracht, hoop te delen in deze meeting, wat eigenlijk jarenlang op mijn home meeting was. Ik heb sinds afgelopen zomer heb ik een bijnaam, dus Koen de Beuker. En die naam heb ik gekregen omdat ik soms hard praat. En ik praat hard als ik enthousiast ben. En dit NA-programma heeft mijn leven gered, dus ik ben enorm enthousiast daarover. Ik wil vertellen wie ik ben, waar ik vandaan kom en hoe het nu met me gaat. Ik ben 46 jaar, ik heb een 2 jaar jongere broer en ik kom uit een dysfunctioneel gezin. Herinneringen aan mijn jeugd waren zwart, zwart, wit. Tot ik dit programma heb gevonden en met een sponsor aan mijn herstel ben gaan werken. Waardoor herinneringen aan mijn jeugd her en hebben meer kleur hebben gekregen. Ik ga terug naar mijn jeugd. Ik herinner mij leeftijd van 6, 7 jaar. Ik voel mezelf anders dan andere kinderen. Ik kan mijn vinger daar niet op leggen. Maar ik weet nu dat ik hooggevoelig ben, dus wellicht dat ik daardoor anders was dan andere kinderen. Van 9 tot 12 word ik mishandeld. Ik word buiten school altijd opgewacht door kinderen die ouder zijn in groepsverband, die me opwachten, die elkaar schuppen, elkaar slaan, die mij bedreigen. Ik weet nu sinds ik in herstel ben, ik ben niet elke dag mishandeld, maar ik was wel elke dag bang. Leeftijd van 11 jaar zie ik de ziekte van verslaving nu al actief, omdat ik van mijn zakgeld koop koek en snoep. En begin te eten omdat ik de pijn niet wil voelen. En als ik eenmaal begin te eten, kan ik niet stoppen. Ik eet tot het op is. Dat is voor mij heel erg herkenbaar. Dus leeftijd van 11 of 12 jaar, zegt mijn vader tegen mij, jongen, ik ben bijna 2 meter jongen. Borst vooruit man, laat zien wie je bent. Nou, ik kan je verzekeren, als je zo jong bent en je moet tegen kinderen vechten die veel ouder zijn. En die komen 6, 7 man, daar win je niet. Dus je maakt je op jonge leeftijd al wijs dat je niet goed genoeg bent. Dat je een loser bent. En dat maakt wie je bent op oudere leeftijd. Op mijn 12 ga ik naar de middelbare school, tot mijn 14 word ik naar mijn enige regelmaat in elkaar gepompt en geschubt en bedreigd. Maar op mijn 14 kom ik in aanraking met een groep vrienden die ze ook al vechtersbazen noemen. Als ik bij hun ben, hoef ik niet meer bang te zijn, als ik bij hun ben kan ik mij gewoon plooien. Dus je raadt het al, ik wil zoveel mogelijk bij hen zijn, want ik voel me erin beschermd. Als ik terugga naar mijn jeugd ben ik een soort van trillzieker die van vriendengroep naar vriendengroep naar vriendengroep naar vriendengroep switcht in een razendsnel tempo. En de vriendengroepen worden steeds extremer. In het begin zijn het mensen die houden van vechten, uiteindelijk worden mensen uit het crimineel circuit en worden mensen de onderwereld. Nou geloof mij zoals ik hier zit, ik was nooit een van hun. Ik ging er aan een zijde draadje langs, alleen het voelde alsof ik een van hun was. En dat gaf me het gevoel dat ik macht had en dat gaf me het gevoel dat ik mensen op afstand daar kon houden, want ik was per slotverrekening al genoeg gekwetst. Dus terug aan een leeftijd van 14, 15, ik kom aanraken met een groep vrienden die luisteren naar housemuziek. Dan wordt hardcore muziek, op mijn 16 ga ik naar mijn eerste houseparty. Op die houseparty zijn allerlei mensen zijn onder invloed van alcohol en drugs. Ik heb niks met alcohol en ik heb ook niks met drugs. Ik wil er ook helemaal niks van weten. Op mijn 17 ga ik naar een house-tempel, de Goldfinger. Op zondagmiddag is daar een houseparty. Ik voel me daar als een vis in het water en ik zie dat deze mensen die hebben iets waar ik niet heb. En iets in mij wordt getriggerd. En ik ga met deze mensen in gesprek. Van hey, ik zie iets aan jullie, waar is dat dan? En die vertellen mij dat ze substantie harddrugs gebruiken. En ik vraag aan hun hoe hun ervaring is met deze harddruk. En ik creëer in mijn hoofd een eigen beeld van wat deze substantie gaat doen als je dit gebruikt. En ik ben net 17 en ik neem de beslissing om hiermee te experimenteren omdat ik dit gevoel ook wil ervaren. En ik ga dit gebruiken, deze substantie, harddrugs, maar het gewenste resultaat komt niet. En een paar weken daarna doe ik het weer. Maar weer dit gewenste resultaat komt niet. En daarna een aantal weken later doe ik het weer. En 4 jaar geleden denk ik dat het is, dacht ik bij mezelf van, wat is dit nou eigenlijk? Hè? Als je, ik weet niet, een normaal iemand, ik weet niet hoe een normaal iemand eruit ziet, maar even vanuit kunnen dat hij niet verslaafd is. Die een bepaalde verwachting van iets heeft. Als die dan iets gaat proberen en het werkt niet, in mijn beleving stopt hij dan aan mee. Maar ik niet, maar waar is dat dan? En toen kwam ik erachter, misschien kun je je voorstellen dat het zomer is, zomerdag, 30 graden buiten, de zon staat te blaken aan de hemel. Oh, ik denk van, dit is tijd voor een ijsko. En ik denk aan een ijsko en ik denk aan een Magnum ijs. En ik denk, oh, Magnum ijs, ik kan hem bijna proeven. Ik kan aan niks anders meer denken als een Magnum ijs. Het wordt gewoon een obsessie. En ik rijd naar de benzinepomp, ik koop die Magnum, ik eet hem op en we denken, hij valt tegen. En hoe komt dat? In mijn hoofd heb ik hem lekkerder gemaakt. En dat was toen exact hetzelfde. In mijn hoofd had ik het lekkerder gemaakt. Hè? In die tijd zeg maar, ik ben bijna 2 meter, maar door al die mishandelingen die ik heb meegemaakt, zeg maar, schaamde ik me eigenlijk om wie ik ben. Ik wilde liever niet opvallen. Dus het liefst, ik probeerde zoveel mogelijk gebukt te staan altijd in de discotheek, omdat ik niet op wilde vallen, maar mensen zagen dat ik zo groot ben. En ik sta altijd in een hoekje, een beetje verscholen zo. Iemand klopt op mijn schouder en zit, hé man, ga even voor me staan man.
En hij wil dus het zicht blijven van die beveiliging. En ik kijk over mijn schouder en ik zie daar een of ander wit poeder in zijn drinken gooit en roert hij. En dat drinkt hij op. Ik zeg, waar is dat? Ja, dat is harddrugs, man. Dat is niet goed voor jou. Ik zeg, ja, dat wil ik ook, man. Nee, man. Ik zeg, ik wil het ook. Hij gaf het mij. Hij deed het in mijn drinken. Ik roerde het en ik dronk het op. En na 3 kwartier stond ik op een podium te dansen met 500 klappende mensen. Vervolgens stond ik in een kooi te dansen met een danseres. Ik dacht, ho, dit is te gek, man. Ik wil meer. En ik was meteen verkocht. Maar de week erop toen ik het deed, was dat podiummoment er niet meer. Was het moment met die kooi was er niet meer. En het gevoel was veel minder. En het werd alleen maar minder en minder. En wat gebeurt er als het minder en minder wordt? Meer drugs erin. Alcohol erbij. Andere drugs erbij. Grote cocktail. Elke keer om weer de eerste keer te ervaren. Het is niet eens in de buurt gekomen. Maar dat heb je dan niet meer door, want dit is te gek. Dit leven, daar wil ik meer van. Ik wil dit niet meer loslaten. Want ik wil meer feesten en afterparties. En afterparties. En laten we door de week een keer gebruiken. Dat is een goed idee. Nou, dat was zo'n goed idee, dat deed je elke week. En met mij, in mijn beleving ging het heel goed. Maar eigenlijk ging het met mij helemaal niet goed. En mijn ouders maakten zich ernstig zorgen over mij. En mijn ouders riepen me bij hun en ik zat voor hun aan de keukentafel. En mijn vader zei tegen mij, jongen, kijk nou eens naar jezelf, man. Kijk nou eens naar jezelf. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Die mensen waar je mee omgaat, die houseparties waar je heen gaat, die drugs die er wordt gebruikt, heel de school die gaat eraan. Kijk naar jouw broer, jongen. Die heeft andere vrienden, die gaat op vrijdag een biertje drinken. Die heeft goede punten op school. Neem een voorbeeld aan je jongere broer, Koen. En het enige wat ik mijn vader op dat moment hoorde zeggen is van, hey Koen, jouw broer is een genius en jij bent een zak stront. Dat zei hij niet, maar zo kwam hij wel bij me binnen. En ik op dat moment dacht van, hey pap, je bent als lucht voor mij. Ik wil niks met jou te maken hebben. Mijn ouders wisten nooit van die mishandeling. Ik heb dat pas verteld in herstel. Maar toen mijn vader dit zei, en ik zei van, ik hoef niks met jou te maken hebben, werd ik rebels. En wat betekent dat als ik rebels word? Ik schud de hele wereld aan. Ik heb niemand meer nodig. Ik doe het wel op mijn manier. En eigenlijk is dat de manier waarop je waarin je echt naar de klote gaat. Want ik ging er maar mee gebruiken, maar ik kan er niet mee omgaan als iemand mij confronteert met zo'n boodschap. En van 92 tot 99, 7 jaar lang heb ik gefeest. Ik was een party animal. Van party naar party. En in 99 kwam ik de liefde van mijn leven tegen Suzanne. Godzijdank is zij nog steeds bij mij. Met alles wat zij met mij heeft meegemaakt. Dan mag ik God op mijn knieën verdanken. Ik ben met die vrienden uit het crimineel circuit gestopt. Ik heb gekozen voor de relatie met Suzanne. Ik ben gestopt met drugs. He, omdat ik wilde kiezen voor de relatie met Suzanne. Alleen als ik ben een jaar gestopt met drugs. Maar als ik nu sinds ik in een programma ben. Alcohol is ook een drug. En als ik terug ga naar de jaar. Heb ik wel erg veel alcohol gedronken. Om te compenseren. Maar dat wist ik toen niet. Maar na een jaar dacht ik van. Hey man, ik heb wel zin om af en toe weer een keer naar een party te gaan. En te gebruiken. En ik vertel dat tegen Suzanne. En Suzanne zei, ik heb er geen probleem mee. Als je er eerlijk over bent. En in mijn beleving, eerlijk was ik. En soms hield ik het 3 maanden vol om niet te gebruiken. Omdat ik wist, er komt nog een keer. Nou 3 maanden, nog 2,5 maanden, nog 2 maanden, 1,5 maand, 2 weken. Alleen maar bezig met het moment dat het komen ging. En tot maart 2005, ik denk, mijn leven liep aardig op rolletjes. We woonden samen. Ik had een goede baan als elektricien. En ik kon in mijn beleving gecontroleerd gebruiken. Maar als ik heel eerlijk ben over die periode, was ik niet altijd even eerlijk over de hoeveelheid die ik heb gebruikt. En heb ik wel erg veel feestjes gepland om te kunnen gebruiken. Maar in mijn beleving had ik het onder controle. En maart 2005, ik ben op mijn werk, goede baan als elektricien. Ik word gebeld door mijn chef, Koen, kom even naar beneden naar kantoor. Ik zit bij hem op kantoor, ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zei, de politie heeft gebeld, Koen. Of je die even terug wil bellen. Wow, er ging van alles door mijn hoofd, van alles wat ik had uitgespookt onder invloed. En wat ik wist van de jongens met wie ik om ben gegaan. Dit is de uur van de waarheid. En ik bel die agent en ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, we willen dat je naar het politiebureau komt. Ik zeg, waarvoor? Hij zei, jouw moeder heeft een zwaar auto-ongeluk gehad, Koen. Ligt in het ziekenhuis. Ik zei tegen die agent, moet je goed luisteren, vriend. Mijn moeder is mijn alles. En als zij in het ziekenhuis ligt, dan wil ik naar haar toe. Ik heb me laten rijden. Ik was in shock. Ik sta bij haar aan bed. Ze pakt mijn hand vast. Ik zeg, man, wat is hier gebeurd? En ze zegt, Koen, jongen. Ik wil niet meer leven, Koen. Jullie zijn beter af zonder mij. Wow, dat was echt heftig. Dat mijn moeder dat zei. Het was alsof de vloer onder mijn voeten werd weggemaaid. Mijn moeder had een poging tot zelfdoding gedaan.
Was met de auto naar het kanaal gereden met het gevoel ik rijd erin en dan is het klaar. De politie wilde waarschuwen voor de afscheidsbrief die bij mijn ouders op tafel lag. Mijn moeder werd opgesloten in een paasafdeling volgestopt met pil. Ik zag mensen over de vloer kruipen daar zo. Ik vond het zo heftig om mijn moeder daar te zien. Ik ben naar de plek gegaan waar mijn moeder te water is gereden. Ik heb die sporen in het zand gezien. Ik heb die auto gezien zoals hij uit het water is getakeld. En ik ben een ster in visualiseren. Maar elke keer als mijn moeder thuis was en ik ging haar opzoeken en ze was er niet, dan zag ik haar weer te water rijden. Voor mij was dat een traumatische ervaring. En ik heb met mijn huisarts, toen ik in herstel was, heb ik hier over die situatie gepraat. En hij zei tegen mij, als mensen van dichtbij meemaken, dan komt de klap naar een half jaar. Als ik terugga naar deze periode, was ongeveer inderdaad een half jaar daarna, kwam bij mij ook de klap. En wat gebeurt er als de pijn die je voelt zo heftig is? En je hebt geen NA-programma. Hey, je kent het helemaal niet. Wat doe je dan? Het enige wat ik op dat moment kende was verdoven met harddrugs. Iets anders kende ik niet. Binnen 2 weken zit ik dagelijks te gebruiken. Ik word een tik in de tijdbom. Ik kan elk moment exploderen. Ik word verbaal agressief naar Suzanne. Ik druk geld achterover van Suzanne. Ik word agressief op mijn werk. Ik bedreig mensen met de dood. Ik druk spul achterover van andere mensen. Zit ik op marktplaats voor kleingeld. Ik ben er niet trots op. Zulke dingen doe ik als ik me laat leiden door die ziekteverslaving. Die verslaving is voor mij des duivels. Die praat op mij. Die laat mij dingen doen waarvoor ik achteraf denk, hoe heb ik het ooit kunnen doen? En Suzanne confronteert me met mijn gedrag. Ze gaat voor me staan. Ze zegt, Koen jongen, ik kan het niet meer aanzien. Ik kan het niet meer aanzien dat je zo naar de kloten helpt, Koen. Je helpt niet alleen jezelf naar de kloten. Je helpt ook mij naar de kloten en onze relatie naar de kloten, Koen. En als je hier niet meer stopt, Koen, dan ga ik bij je weg. En weet je wat ik denk? Ik kan niet zonder mijn jongen. Als ik zie hoe ik op die bank zit, helemaal de weg kwijt, denk ik dat iemand niet zonder mij kan. Alsof ik de Godvader zelf was. En in haar beleving lijkt alsof het me niks doet. Want ik ga alleen maar meer gebruiken. Maar ik kan er niet mee omgaan als iemand mij confronteert met zo'n boodschap. Vervolgens praten we over kinderen. Ik voel niet dat ik een vader kan zijn die gebruikt. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. 7 serieuze pogingen heb ik ondernomen om te stoppen. En die zijn alle 7 mislukt. En om een voorbeeld te geven, wij gaan 2 weken all-inclusive naar Turkije. All-inclusive, hè? Dus dat is onbeperkt. Alcohol drinken. Niet weten dat de alcohol een druk is. En ik ben 10 dagen in een appartement. En ik zie mijn eigen nog staan. En ik bedenk mij op dat moment van, hey, ik ben nou 10 dagen hier en ik heb geen één moment aan harddrugs gedacht. En ik zeg dat tegen Suzanne. En weet je wat Suzanne zegt? Ik ben zo ongelooflijk trots op jou. En ik dacht bij mezelf, dat moet toch heel speciaal zijn als iemand trots op je is. Want ik voelde 0,0 eigenwaarde meer. 14 dagen Turkije gingen voorbij. Ik was nog geen half uur thuis. Toen werd ik mij bewust dat ik alweer gebruikt had. Onbewust had ik op Schiphol mijn dealer alweer gebeld. Hoe is dat nou mogelijk als je 2 weken daar bent en geen moment aan denkt en erachter komt als het alweer gebeurd is? Die teleurstelling in die ogen van Suzanne vergeet ik nooit meer. Die teleurstelling in mezelf. Weer heb ik iets nieuws aangemaakt. We gingen uit eten met de beste vriendin van Suzanne, met haar toenmalige nieuwe vriend. Is niet meer in ons leven, alsof hij daar was om een deur te openen. Ging vertellen tegen ons dat hij in een kliniek had gezeten vanwege een drugsverslaving. En het enige week dacht ik naar huis reed, dacht ik, oh, Rick, hij is verslaafd, maar ik niet. Hey, want als je verslaafd bent, dan staat onder een brug of in een park, toch? Ik heb nog een baan, ik heb een huis, ik heb vrienden en ik kan gecontroleerd gebruiken. Ik heb misschien wel een probleem met harddrugs, maar ik ben niet verslaafd. Maar weet je wat? Ik ga nog 1 poging wagen en als het niet lukt ga ik hulp zoeken. Nou geloof me, dit had ik zo vaak gezegd op vrijdag en dan was ik op maandag weer vergeten. Deze keer had ik alle telefoonnummers verwijderd. Dus niet een laadje, kastje, doosje, nog een nummer voor het geval dat. Omdat ik voorheen altijd de reden had om die kast op te ruimen. 9 juni 2008, ik ben 2 weken ben ik clean. En geloof me, ik voelde me echt heel goed. En ik zit op de bank voor de salontafel. Mijn mobiele telefoon ligt op de salontafel. En ik krijg een sms'je. Pri, pri, pri. En ik kijk. Hoi Koen, dit is mijn nieuwe nummer. Groetjes je dealer. Ik wil het verwijderen, maar het lukt me niet. En ik ga weer scoren. Kan het nou man, ik ben 2 weken clean. Ik voel me zo goed. Hoe kan het dan dat het dan weer misgaat? Tweede grote vraagteken in mijn actieve slaap. Die teleurstelling in die ogen van Suzanne. En 10 juni 2008 was mijn eerste dag in herstel. En ik vond het zwaar. En Suzanne zei, hoe gaat het? Ik zei, vind het zwaar. Bel de kliniek, Koen.
12 stappen Minnesota Kliniek nooit van gehoord. 12 stappen meetings ook nooit van gehoord. NA ook nooit van gehoord. Dus wat doe ik? Ik zoek op Google op en ik zie dat er bij mij een ambulante kliniek is. Ik bel die kliniek om met heel veel spanning in mijn lijf. Hé, mijn koede, ik heb echt een probleem met harddrugs en ik heb hulp nodig. Ze zegt, we zullen je een mailtje sturen, we zetten je onderaan de lijst. Zeg, welke lijst? We hebben een wachtlijst van 8 maanden. Ik zeg, hallo, dat red ik niet. Zeg, ja, ik kan geen uitzondering maken, hoor erop. Ja, maar dat red ik niet 8 maanden. Dat kan ik echt niet voor elkaar krijgen. Ik heb echt hulp nodig. Ik heb de beslissing genomen. Hun gaan mij nou helpen. Ik ga hun helemaal suf bellen. Laat ik zien hoe bereidwillig ik ben. En dat ben ik gaan doen. Helemaal bellen naar hun. En de volgende dag had ik een vrouw voor de 4e keer aan de telefoon. Bel je nou alweer? Ik zeg, ik heb hulp nodig. Help! Ze zegt, je wil echt, hè? Ze zijn zelf veel op groepen zoals de NA. Zoek maar op internet. Ik weet niet wie die vrouw is. Maar als ik weet wie zij is, dan ga ik haar zo'n grote bos bloemen brengen. Na 8 dagen cleantijd zat ik in mijn eerste meeting. Zaten mensen als jullie. Dat had ik niet verwacht. En degene die de voorzitter was, zoals degene die daar zit, die zei, ik heb hier een lijstje voor jou, jongen. Met allemaal 12-stappen-klinieken. En nou, ik ga even door de stappen rennen en dan word ik jouw sponsor. Maar ik heb hier een lijstje met allemaal 12-stappen-klinieken. Ik zeg, jongen, luister. Ik heb een kliniek gebeld, die hadden geen ruimte voor mij. En die heb ik helemaal suf gebeld. Die gaven de suggestie om hier naartoe te gaan. Nou ben ik hier. Dus ik kan het woord kliniek niet eens meer horen. Zeg mij maar wat ik moet doen en ik doe het. En als dit programma niet werkt, dan kan ik altijd naar de kliniek. En tot op de dag van vandaag heb ik geen kliniek gehad. En weet je waarom? Dit programma werkt. Dit programma werkt echt. Alsjeblieft, pak het me bij de hand aan en ga ervoor. Het is vandaag 18 april 2021. Dus dat betekent dat ik vandaag exact clean en nuchter ben. 8 dagen, 10 maanden en 12 jaar. Hoe is dat mogelijk? Niet omdat ik zo ongelooflijk goed ben, hè? Ik heb 16 jaar in verslaving gezeten, was als een lawine. Dat alles wat mijn dierbaar weg was, is weggespoeld. Maar hier binnen krijgen we samen voor elkaar met een hogere macht, waar mij in mijn eentje absoluut niet lukt. Deze meneer werd mijn sponsor en die viel terug en ik had hem op een voetstuk gezet. Sponsorloos helpen, moet ik nou doen? Die man is 5 jaar clean. Vraag hem. Compleet andere persoon als ik. God zij dank. Want als het dezelfde persoon was als ik, kreeg ik alleen maar dezelfde bullshit verhaal te horen die ik mezelf 16 jaar op ijs gemaakt. Ik heb deze man als sponsor gevraagd. Hij zei, wil je bij ik heb? Ik zei, dat wil ik. Met suggesties voor je. Ik zei, kom maar op. Hij zei, ik wil dat je me elke dag belt. Ik wil dat je elke dag 1 vraag maakt van je stappen. Uitgebreid antwoord hoe het nu is in herstel en in actieve. Laat ruimte vrij voor aanvulling. Ga niet onderhandelen met jezelf. Weet je wat, ik schrijf morgen wel 2 vragen en vandaag geen en overmorgen 3. Elke dag 1 vraag, discipline. Ik wil dat je service gaat doen op een meeting. Ik wil dat je 6 keer per week naar een meeting gaat en 1 avond werkt aan je relatie met Suzanne. Ik wil dat je naar speakers luistert. Dan kan je ik heb echt, ik weet niet hoeveel speakers, maar ik heb meer speakers geluisterd dan radio. En 1 keer in de week luister naar stand-up comedy, omdat humor goed is voor je herstel. Doe 1 jaar alles aan je herstel. Kun je hier iets mee? Ik zeg, jij bent niet helemaal lekker, of wel? Spoor ik wel helemaal. Wat bedoel je? Ik zeg, 1 jaar, vriend. Dat is 365 dagen. Wij doen het per 24 uur. Waar ben ik blij dat ik dat jaar echt alles aan mijn herstel heb gedaan. Want van die fundering, geloof mij, pluk ik vandaag nog steeds mijn vruchten van. En als ik kijk naar de 12 stappen, stap 1, ben ik machteloos over mijn verslaving. Kijk naar mijn leven. Kijk naar mijn leven. Ik wil niet meer terug. Daar heb ik alles voor over. Dus zeg maar wat ik moet doen en ik doe het. Stap 2 en 3, hogere macht. 2,5 jaar heb ik hiermee lopen worstelen. En weet je waarom? Het moest het perfecte plaatje zijn. Het liefst had ik een belletje en een mesje van mijn hogere macht. Hey Koen, je hebt me gevonden. Nou, zo werkt het dus niet. Elke maand in de meeting heeft iemand een topic. Ja, Koen. Hogere macht. Nou, ik hoorde mensen hier hadden vrouwen op sofa's gevonden. Pratende bomen. Bomen knuffelen. Universum. Boeddha. Allah. Ik denk, ik word gek hier. Weet je wel. En ik was zo op zoek naar het perfecte plaatje. Weet je, dat na 2,5 jaar iemand zei, jongens, schrijf desnoods een eigen gebed. En doe het gewoon. En ik ben het gaan doen. En er ontstonden allerlei dingen die voor mensen toeval zijn. Maar dat gaf voor mij het gevoel van, hey, dus voor mij is er dus ook hoop. Dit werkt dus ook voor mij. En het is gewoon dan doorgaan. En 8 jaar lang kwam iemand op mijn pad in het herstelprogramma. Vertellen tegen mij, Jezus houdt van jou. Jezus houdt van jou. Ik denk, jongens, scheid eruit, man. Maar toen dacht ik na 8 jaar, dacht ik van, hij blijft het volhouden. Laat ik maar een keer luisteren naar hem. Ik was 9,5 jaar in herstel. Ik luisterde naar hem.
En ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. En ik ben hier niet om mensen te bekeren, want daar gaat het mij niet om. Maar ik hoop niet dat je er 9,5 jaar over doet om die berusting te vinden. 9,5 jaar. Uiteindelijk ben ik blij dat ik die stap heb genomen, dat ik daar nu berusting in heb. Dan wil ik het hebben over stap 4 en 5. Ik liet me gek maken door de verhalen in mijn fellowship over stap 4 en 5. Mensen vielen terug op stap 4. Waren jaren bezig met stap 4. Vooruitschuiven, vooruitschuiven, vooruitschuiven. Mensen, mijn fellowship namen een sponsor. Deden stap 1, 2 en 3. Switchten naar een nieuwe sponsor en begonnen weer bij stap 1. Omdat ze bang waren geworden van al deze verhalen over stap 4. Ik nam een psycholoog in de armen. Mijn sponsor zei, laat los jongen. Hij zei, ga gewoon schrijven en schrijven en schrijven. En het gaat jou zoveel inzicht te brengen jongen. Dat klein beetje vertrouwen wat ik had in die man, maar die hoop die hij uitstraalde, bracht me naartoe om afscheid te nemen van die psycholoog. En te schrijven en te schrijven en te schrijven en te schrijven. En ik ging met hem de vierde stap in de vijfde stap met hem delen. En hij vertelde aan mij van, heb je alles met mij gedeeld? En ik zei, ja dat heb ik. Dat was een leugen. En waarom was het een leugen? Er waren dingen bij waarin ik van mezelf had afgesproken, die ga ik nooit met iemand delen. Die neem ik mee in mijn graf. En hij zei toen niet tegen mij, Koen, hè, ik weet dat je dingen achterhoudt, hè, want ik ben er zelf ook in herstel. Hij zei niet tegen mij, als je deze dingen niet deelt, kun je niet clean blijven. Hij zei niet tegen mij, Koen, als je deze dingen niet deelt, kan ik je sponsor niet meer zijn. Hij zei niet tegen mij, als je deze dingen niet deelt, is je herstel niet compleet. Hij ging dingen met mij delen, die hij mee zou nemen in zijn graf. En toen denk ik, wow, als hij dit durft te delen met mij, dan is er voor mijn stukje dus ook ruimte. Wow, hij is ook ziek, dat hij dit deelt met mij, hij spoort ook niet. Dat gaf me natuurlijk, ik dacht van, ja, maar als hij dit durft te delen met mij, dan durf ik mij ook helemaal open te zetten naar hem. En dat betekende dat alles wat in mij zat, wat mij te gronden richtte, ik aan hem kon geven, zodat het van mijn klacht mijn kracht werd. En ik er heel veel mensen nog daarna mee heb kunnen helpen, godzijdank. Dan wil ik het hebben over stap 6 en 7, karakterdefecten. Toen ik hier binnenkwam, zei ik, die heb ik niet. Weet je wel, toen ik hier binnenkwam, was ik oneerlijk, manipulatief, agressief en een heel arsenaal meer. Mijn sponsor zei in stap 6 opschrijven, wat is precies het tegenovergestelde in stap 7 is het bidden, fake it till you make it, doe alsof het werkt en het zal gaan werken. Als een van mijn karakterdefecten is dat ik altijd op de linkerbaan rijd, te shinen met mijn lichten, middelvinger opsteken, toeteren, te schelden, dat iedereen maar aan de kant moet, omdat ik vind dat ik king of the road ben. En ik ga 's morgens naar mijn God bidden, nou neem het van me over, maar ik zit nog steeds op deze manier achter het stuur, dan gaat het niet werken. Dan gaat het niet opgelost worden. Ik moet het voetenwerk doen. Desnoods ga ik 2 weken op de rechterbaan rijden. Word je niet blij van, maar laat je zien hoe bereidwillig je bent. Of bijt je bij frustratie even in je stuur. Maar laat gewoon zien dat je zelf ook wil herstellen. He, dat heeft mij ertoe gebracht dat ik gewoon ongelooflijk veel veranderd ben. Maar ik moet het voetenwerk doen. Stap 8 en 9. Mijn sponsor zei, stap 8 haal je uit je vierde stap. Over welke mensen je hebt gekwetst. Dingen die er zijn gebeurd in je verleden. Hij zei, maar maak ook maar eens een lijst van alles wat je van mensen hebt gestolen en hebt gesloopt. En ik was een vandalistje toen ik klein was. En er waren heel veel dingen waar ik heel trots op was, op de bouw vertellen van wat ik allemaal had gedaan. Maar toen ik hoorde over stap 9 en over eventueel vragen om vergeving, was ik helemaal niet meer zo trots. En er was niet één lijst die ik heb gemaakt, er waren heel veel lijsten. En uiteindelijk ging ik met mijn sponsor zitten en het was niet van, nou deze stap 9 gaan we wel doen, deze misschien en deze niet. Blindelings, 9 briefjes in mijn portemonnee. Blindelings onder een paar weken een briefje pakken, kijken of ik met deze persoon of instelling of bedrijf in contact kan komen. Om daar naartoe te gaan, om daarin om vergeving te vragen en als ik schuld heb af te betalen. Ik kon de bereidwilligheid niet vinden. Hij zei, er is een serie die heet My Name is Earl. Die man gaat langs de deur. Er was een tv-programma. Belt overal aan, probeert dingen op te lossen. En dan ontstaan er allerlei hele bijzondere getuigenissen waar hij weer meeneemt naar zijn volgende stap. Ik ben die serie heel veel gaan kijken. En dat bracht me naartoe de motivatie om uit te stappen van stap 9. Ik heb stappen 9 gedaan, staan juichen op straat van blijdschap. Ik heb stappen 9 gedaan, waarin ik onder andere bij een bedrijf wat gestolen had. Nou geloof mij, ik stond daar niet meer. Hé, popie, jopie, kijk eens wie ik ben. Ik stond daar met knikkende knieën. En toen kwam er zo'n klein hartje tevoorschijn. En ik had het nodig dat ik tot aan de grond toe werd afgebroken. Zodat ik weer opgebouwd kon worden om van mijn troon te lazeren. Dan wil ik het hebben over stap 10, daagse inventaris. Ik deelde met mensen in herstel elke dag. Stap 10 is eigenlijk stap 4, 5, 6, 7, 8 en 9 in 1.
En sommige mensen in herstel delen hun dankbaarheidslijstje met mij. Kort in herstel. En dan lees ik waar hun dankbaar voor zijn. En dan schiet ik vol. He, want als je 12 jaar plus clean bent, lijkt het of dat heel normaal is. Maar toen ik net in het programma was, had ik die dingen niet. Dus dat maakt mijn herstel vandaag nog waardevoller als dat het in eerste instantie lijkt. Dan wil ik het hebben over stap 11, gebed en meditatie. Ik had heel veel moeite met meditatie vandaag. Dan moet ik heel stil gaan zitten en zo een beetje oerwoude muziek luisteren. En ja, mijn hoofd maakt overuren. Maar mijn sponsor zei, meditatie is iets heel anders. Het is gewoon een overdenking, een moment van rust. Speakers luisteren was gewoon voor mij een moment tot rust komen. Was gewoon een meditatiemoment. Maar overdenken kan ook gewoon iets uit het blauwe tekstboek. Gewoon een paar regels elke keer overlezen en overdenken voor jezelf. Dat is eigenlijk meditatie, weet je. Ik had het gewoon heel veel te groot gemaakt. En gebed in het begin, ja, had ik moeite mee. Maar toen leerde iemand mij, ga 's morgens op je knieën en bid je eigen gebed. En ga 's avonds op je knieën en bedank dan. En zo ben ik begonnen. En dat ging gewoon heel goed voor mij. En op dit moment ben ik praktiserend christen. Ik bid elke dag. Voor andere mensen ook. Ik heb gewoon een gebedsleven. Dus ik heb er nu geen moeite meer mee. Maar zo ben ik wel begonnen. He, stap 12, boodschap uitdragen. Hier, klinieken. 1-op-1. Ik zeg heel vaak tegen mensen, werk je in een instelling? Heb je behoefte dat iemand een keer zijn verhaal komt doen? Dan ga ik het doen. Dan neem ik vrij voor. He, dit programma heeft mij zoveel gebracht. Ik wil niks liever als het teruggeven aan mensen. Ik ben gewoon heel dankbaar. Dus ik wilde graag teruggeven. Toen kwam er iets op mijn pad voor een YouTube-kanaal. Ik wilde heel de credits niet voor. Maar hoe bijzonder is dat ik mensen daarmee mag bereiken. Mensen daarin een boodschap mag brengen. Mensen vinden herstel die nog in gebruik zijn. Die credits komen mij niet toe. Ik ben het programma gewoon heel erg dankbaar en dat ik dat mag doen. Dat vind ik gewoon geweldig. Er zijn 5 dingen die ik nog wil delen met jullie. 1 is vergeving. Mijn sponsor zei, als jij wil dat mensen jou gaan vergeven in stap 9, is het belangrijk dat jij bereid bent om mensen te vergeven. Ik zeg, hoe zie je dat voor je dan? Dan zijn die mensen jou mishandeld. Ik zeg, waar is dat mee? Hij zegt, ga maar bidden voor hun. Ik zeg, waar zeg je nou? Bidden voor die mensen die mij mishandeld? Ben ik helemaal lekker, jongen. Jarenlang had ik de gedachte om deze mensen vroeg of laat gewoon, die zou ik doodmaken. Dat was mijn gedachte. Dat was mijn doel. Uiteindelijk vroeg of laat gaan hun dood. En dat was alsof ik met een rugzak op mijn rug liep, met zo'n steen erin. Elke keer voeden als ik in gebruik was. Terugdenken aan die gedachte wat ik was mishandeld. En die steen daardoor alleen maar lopen voeden. Waardoor die groter en groter werd. En nu moet ik gaan bidden. Ik geloof dat er niet in. Maar wat weet ik nou? Laat ik maar luisteren naar die man. Want mijn manier heeft nooit gewerkt. En ik ben gaan bidden en gaan bidden en gaan bidden. Waardoor die steen kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en kleiner werd. Tot ik EMDR-therapie kon toepassen. Een trauma verwerken met een psycholoog. Waardoor de steen is vergruisd. En als ik nu een film kijk en ik zie daar een jongen in elkaar wordt getrimd, natuurlijk schiet ik vol met tranen. En dat zal ik misschien wel heel mijn leven hebben. Maar de gedachte aan wraak is compleet verdwenen. Het was een proces, maar het is compleet verdwenen. Wat een bevrijding. Wat een bevrijding. Dan wil ik het hebben over Suzanne. Suzanne en ik zijn komende juni zijn we 22 jaar samen en 14 jaar getrouwd. Dat wij nog samen zijn, dat komt door mijn sponsor. Want ik was 4 maanden in herstel en het ging goed met mij. Ik had fellows in België, heel veel in Nederland. Ik kreeg heel Nederland rond voor meetings. Ik had een sponsor. Ik werkte aan mezelf. Maar van Suzanne werd ik helemaal ziek van. Ik was er helemaal klaar mee. En ik bel mijn sponsor op en ik zeg, ik heb een fantastisch idee. Hij zei, ik ga er even bij zitten. Ik zei, ik ga scheiden. Hij zei, wat ga ik doen? Ik zeg, ik ga scheiden. Hij zei, waarvoor? Ik zeg, ja jongen, het werkt niet tussen ons. En toen zei hij dit. Dus als ik het goed begrijp, hè, heeft Suzanne net 9 jaar shit en ellende meegemaakt met jou en jouw verslaving, Koen. En dan gaat het 4 maanden goed met jou. En dan zet ik een punt achter deze relatie. Nou, knap hoor. Hey. Als je dat gaat doen, dan ben je egoïstischer dan ik dacht. Bam, hoorn erop. Wie denkt hij wel dat hij is om bij mij de hoorn erop te gooien? En ik bel hem op. Ik zeg, wie denkt hij wel dat je bent? Hij zei, Suzanne is ook ziek. Suzanne is verslaafd aan jou. Heeft geprobeerd jou links om te veranderen, rechts om te veranderen, diagonaal te veranderen. Is geen een van allen gelukt. En je gaat naar het NA-programma en dan lukt het hun wel om jou clean te krijgen. Hoe denk je dat zij zich voelt, Koen? Ze stapt met de rug tegen de muur. En ik dan? Voor haar zijn er ook programma's. Voor haar is er ook een 12-stappen-programma om te werken. En zij is eerst als een Al-Anon gegaan, nu is Naranon. Is voor NA, voor familieleden, is weer gestart deze week online. Suzanne gaat naar haar eigen meetings toe. Suzanne heeft haar eigen sponsor. Werkt op 12 stappen. Is zelf een sponsor. Wauw.
Wij zijn als een drievoudig snoer in elkaar verweven. Zo sterk, niet meer kapot te krijgen. He, en ze motiveert het alleen maar als ik naar mythes ga. Ga je naar Uden spreken, ga je naar mythes klinieken. Ga Koen, omdat ze weet hoe belangrijk het is. He, we komen regelmatig komen stellen bij ons waarin we met... He, is een vrouw of de man in herstel, waarin de partner meekomt, waarin ze bij ons thuis komen in gesprek, zodat Suzanne haar ervaring kan delen aan die ander. Om die ander gewoon ook een stukje rust en erkenning te geven. Dat doen wij gewoon omdat wij vinden hoe belangrijk dat is. Omdat we zo dankbaar zijn. En in mijn beleving, ik ben een ster in visualiseren, maar in mijn beleving, bovenop ons huis, op het dak, een groot neonlichtreclame. Recovery. Nou wil ik het hebben over mijn vader. Mijn vader was als... Lukt voor mij. Vandaag is mijn vader mijn beste vriend. Komt nu dat mijn vader is veranderd? Komt nu dat de wereld is veranderd? Ik ben veranderd en mijn kijk op de wereld is veranderd. Ik heb een negende stap gedaan, mijn vader om vergeving gevraagd. Lange afstanden gaan wandelen. Met hem besproken wat hij zei over mijn broer en wat het met me deed. Weet je wat mijn vader toen tegen mij zei? Oh jongen, ja, wij houden zoveel van jou Koen en wij hielden zoveel van jou. Maar wij zagen kapot gaan aan die housemuziek, aan die ellende, aan die drugs en we hadden gehoopt. Als we zeggen, zouden zeggen, neem bijvoorbeeld aan je broer Koen, dat je er iets mee zou doen. Puur uit liefde. Puur uit liefde. Maar ben ik blij dat ik dit programma heb gevonden. En aan mezelf ben gaan werken. Want als ik dit programma niet had gevonden, had ik er waarschijnlijk nooit achter gekomen hoe geweldige vent mijn vader is. En dank jullie wel daarvoor, want elke keer als ik mijn verhaal ga delen, voel ik nog meer liefde voor die man. Dan wil ik nog twee dingen delen. Eén is mijn sponsor. Ik was in Tilburg in een meeting. Er zat een jongen naast mij die zei... Ik heb een fantastische sponsor, man. Hé. Ik ga regelmatig met mijn sponsor ga ik poelen. Oh, oké. Okay. Hij doet leuke dingen met zijn sponsor. Leuke dingen, ja. Oh nee, ik ga wel eens vissen met mijn sponsor. Oh, hun doen dus leuke dingen met een sponsor. En ik? Ik krijg alleen maar opdrachten die pijn doen. Nou, vandaag weet ik... Ik heb de beste sponsor die ik maar kan wensen. En weet je waarom? Omdat mijn sponsor mij geeft wat ik in mijn hart nodig heb. En niet wat mijn hoofd denkt dat hij wil. En dan wil ik nog een verhaaltje delen met jullie. En dan sluit ik het af. He, er is een heel groot gat in de weg. Heel diepe kuil in de weg. Er zit een verslaafde in die kuil. Te roepen om hulp. Help, hier ben ik. Ik heb hulp nodig. Alsjeblieft, help mij. Er komt een dokter voorbij. He, en die zegt, wees er. Ik heb hulp nodig. Help. En die dokter pakt een blaadje. En die schrijft daar iets op. Dus die gooit in die kuil. Zit die verslaafde. Wat is dat? Hij zegt, dat is een notitie. Bel maar even maandag naar de praktijk en dan kom maar even langs en gaan we even in gesprek. Die verslaafde is niet daarmee geholpen. Maar die blijft roepen om hulp. Dan komt een psychiater langs. Die zegt, wat is er? Ik heb hulp nodig. Hier, medicatie, haal maar op in de apotheek. Maar die verslaafde is niet geholpen. Er komt een herstelende verslaafde van de NA komt langs gelopen. Die hoort hem zeggen, wat is er? Ja, ik heb hulp nodig. Ik heb herstel nodig. Die springt in die kuil. Die verslaafde zegt, wat doe jij nou man? Hij zei, ik ben hier al geweest. Ik weet de uitweg. Pak mijn hand, ik neem jou mee. Dat is wat het programma gedaan heeft. Er waren mensen die hun hand uitstaken naar mij. Ik ben hier al geweest, Koen. En die waren jaren clean. Kom, pak mijn hand, ik neem jou mee. Als die mensen die waren geweest, waar was ik dan vandaag? En deze hand strek ik uit door mijn verhaal hier te delen. Dankjewel, NE, voor mijn leven. Dankjewel voor het luisteren.